Een ebola-patiënt uit Liberia is in Nederland om hier te worden behandeld. Volgens deskundigen is de kans dat anderen in Nederland besmet raken zeer klein. En verder het nieuws vandaag. Zwitserse gijzelaar ontsnapt op de Filipijnen. En huren in Amsterdam is nog nooit zo duur geweest. Goedenavond. Nederland heeft voor het eerst een ebola-patiënt opgevangen. Het gaat om een Nigeriaanse VN-militair die tijdens zijn werk in Liberia besmet is geraakt met het virus. Hij wordt behandeld in het speciaal ingerichte calamiteitenhospitaal van het UMC in Utrecht. Daar zijn in totaal 4 bedden beschikbaar voor ebola-patiënten. Begeleid door de politie vertrok de Nigeriaan even na 3 vanaf Schiphol naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. De patiënt is met een speciaal aangepast vliegtuig naar Nederland gekomen. Hier zit een aparte cabine in voor de patiënt en een afgescheiden kleedruimte voor zijn verplegers. Ook in Utrecht wordt hij behandeld in een afgesloten infectieunit. Nou, de infectieunit is een unit die ligt in het calamiteitenhospitaal. Dat is een afgescheiden afdeling in de kelder van ons ziekenhuis. Gescheiden afval, gescheiden goederen, gescheiden toegang. En daarin ligt die infectieunit. Die bestaat uit 4 kamers. En die kamers die hebben allemaal onderdruk op dat er geen infectiematerialen naar buiten komen. En dat is belangrijk, want ebola is een infectie die alleen via direct contact of contact met lichaamsvloeistoffen kan plaatsvinden. Zoals zweet bijvoorbeeld. Als je dus goed beschermt, is er geen kans op besmetting. Gemiddeld sterft 40% van de ebola-patiënten. Het zal dus van de toestand van deze patiënt afhangen en van de behandeling die hij tot nu toe gehad heeft, of hij het gaat redden of niet. En de behandeling hier zal vooral bestaan uit symptoombestrijding, want een medicijn is er niet. En dat betekent dat er nog geen medicijnen zijn die bewezen effectief zijn en veilig. En die dien je dus niet toe, tenzij je met de rug tegen de muur staat. Want anders is het middel erger dan de kwaal. Maar de kans bestaat dat u die wel gaat gebruiken deze week? Als de klinische toestand van de patiënt daar aanleiding toe geeft en alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, zullen we dat doen. Het personeel in Utrecht heeft een training achter de rug om de patiënt veilig te kunnen behandelen. En is vol vertrouwen, zegt het ziekenhuis. Ja, Nederland neemt de Nigeriaan op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. De VN-medewerker kan in eigen land niet goed worden opgevangen door een gebrek aan kennis en faciliteiten. In de jungle van de Filipijnen is een Zwitserse gijzelaar ontsnapt aan een islamitische terreurgroep. Hij werd al bijna 3 gevangen gehouden, samen met een Nederlander, Ewold Horn. Ze waren in de Filipijnen om vogels te kijken. De Nederlandse gijzelaar was te ziek om ook een vluchtpoging te wagen. Eerst kwamen de foto's waarop de gewonde Zwitser na bijna 3 gevangenschap te zien is. Een natuurfotograaf wiens passie hem zijn vrijheid kostte. Tot vandaag. Tijdens een bombardement van het leger maakte hij gebruik van de verwarring. En hij attacked his kidnapper, his guard, inflicting wounds on the guard that allowed him to run to a safe area. Zelf raakte hij gewond aan zijn hoofd. Maar Lorenzo Vinci Guerra ligt nu veilig in een militair ziekenhuis. And they get treated now kindly, so it's very happy that I'm here now and not in the forest anymore. De Nederlandse vogelaar Ewold Horn zit er nog wel. He is doing okay. He has a back problem and tooth problem, and he didn't feel comfortable with the situation to join me. It was his decision not to come. I asked him minutes before I left to join me and he decided not to join. He wanted to stay there. Het lot van de Nederlander is onduidelijk, maar zijn Zwitserse vriend denkt niet dat hij in gevaar is. I know they will treat him good because he's now the only one left. De islamitische terreurgroep Abu Sayyaf maakt zich schuldig aan ontvoering om aan losgeld te komen. In het zuiden van het overwegend katholieke land zijn ze bezig met een heilige oorlog. Waaraan de Zwitser nu is ontsnapt. I want to spend Christmas with my family, that's my main wish. En die droom komt uit. Ja, bij de aanval op het rebellengebied zijn zeker 5 strijders van Abu Sayyaf omgekomen.
En dan ander nieuws ook uit de Filipijnen. In het oosten van het land is de orkaan Hagupit aan land gekomen. Met windstoten van 200 km per uur en grote hoeveelheden regen. Er is nog niet veel bekend over schade. Wel zijn er berichten over stroomuitval in de kustprovincie. Aan het eind van de middag waren de eerste tekenen van de orkaan zichtbaar. Op een enkeling na heeft niemand hier op de storm gewacht. Hagupit kwam als eerste aan land bij de kustplaats Dolores van het eiland Samar. Mogelijk trekt Hagupit ook over de hoofdstad Manila. De orkaan is niet zo krachtig als Haiyan van vorig jaar. Maar de gevolgen kunnen nog steeds groot zijn, met vloedgolven van 4,5 meter hoog. Hier in de provincies waar Haiyan een verwoestend spoor achterliet, is het trauma nog vers en hebben mensen al vroeg een veilige plek opgezocht. De ervaring leert dat er grote voedseltekorten kunnen ontstaan. Vrijwilligers zijn daarom ruim van tevoren begonnen met het inpakken en verspreiden van voedselpakketten. Het is onhandig, tijdrovend en als elke seconde telt ook levensbedreigend. Als je in een ambulance zit die onderweg is naar een spoedgeval en de weg wordt geblokkeerd door een paaltje, een slagboom of een hek. Want wie heeft dan de sleutel of het pasje of de code? Na jaren van frustratie denken ambulanceorganisaties nu de oplossing te hebben gevonden. Ambulancepersoneel wil je niet in de weg lopen. Vandaar dat we dit uitdrukken op de Veluwe vanmiddag in scène hebben gezet. Maar de problematiek is er niet minder echt om. Deze ambulance stuit in het centrum van Epe op een paaltje. En wat heeft het ambulancepersoneel dan allemaal nodig om die hindernis te slechten? In eerste instantie hebben wij een map nodig. Daar staan de sleutelnummers staan hierin. Behorende bij een enorme sleutelbos. Die heeft mijn collega nu even meegenomen. Maar u kunt zich voorstellen, ja, dat is echt een bos van 20 of meer sleutels. Eigenlijk geen doen? Eigenlijk geen doen, nee. Dit is de oplossing, een zendertje in de navigatie. Bedacht door een stichting namens de samenwerkende ambulanceorganisaties. Een landelijk dekkend uniform systeem. Het is bedoeld voor terreineigenaren. Dat kunnen campings zijn, dat kunnen flatgebouwen zijn die een parkeerplaats hebben afgesloten. Dat kunnen bedrijven zijn die hun terrein hebben afgesloten. En dat kost een ontvanger in laten bouwen, kost een €300 exclusief BTW. En de ambulancedienst zorgt dan dat ze een beveiligde zender in elke ambulance hebben. Eind volgend jaar overal hetzelfde systeem is het doel. Het aantal meldkamers neemt af, dus de gebieden worden steeds groter. We zien steeds vaker dat ambulances elkaar helpen over en weer in de regio. En dan is SOS toegang een uitkomst. Je wilt gewoon ergens snel heen. Mensen wachten op hulp. Mensen zien ons ook staan, zeker in een groot centrum als hier. Je staat gewoon te kakken. Hulpdiensten kunnen gewoon niet snel ergens zijn natuurlijk. En hoe liep het toch af met dat dekselse paaltje? De gemeente Epe bleek laatst het slot te hebben vernieuwd. De ambulancedienst wist van niks. Gelukkig was de enige winkelier met een sleutel vanmiddag in de buurt. Dat het winnen van gas tot aardbevingen leidt, dat hebben ze in de provincie Groningen inmiddels wel gemerkt. Maar wetenschappers willen nu weten hoe groot de gevolgen van die gaswinning precies zijn. En daarom is er in de provincie een uitgebreid netwerk aangelegd van meetpunten. Diep in de bodem en bovengronds. Een landschap als een plaatje. West- en Noord-Groningen. Ieder seizoen anders. En nu ook nog eens volgens deskundigen het best bemeten gebied van de wereld. Het wordt binnenkort tot in de diepste aardlagen doorgelicht. 200 sensoren in en rond het Groninger veld registreren iedere beving, hoe gering ook. Er hangt er één in het gemeentehuis in Zuidhorn, in de kluis met het archief. In het dorp Westeremde doet de familie Westerhof mee aan het project. Ze hopen dat wordt ontdekt wat de bevingen doen met hun huis en dat van buurtgenoten. Ik wil niet zeggen dat het veiliger maakt, nee. Maar wel dat je zelf het idee hebt van we werken ergens aan mee. En dat geeft een stabiel gevoel, een rustig gevoel. Ook zijn overal in het gebied in het veld meters geplaatst. Op de grond en tot 200 meter diep. Ten noorden van de stad Groningen brengt deze installatie een boor nog veel verder de aarde in. Op een diepte van 3 kilometer tot onder de gasbel onderzoekt de NAM waar de bevingen ontstaan en hoe ze zich verplaatsen. We doen dit puur om beter te kunnen voorspellen waar de aardbevingen plaatsvinden en wat voor versnellingen zij veroorzaken aan het oppervlak. Wat belangrijk is voor huizen en schade aan huizen.
De bewonersorganisatie Groninger Bodembeweging is blij dat gemeten wordt, maar wil niet alleen onderzoek naar het effect op gebouwen, maar ook wat er in de grondlagen gebeurt als ergens in het gebied minder gas wordt gewonnen. Daarbij is het ook nog zo dat je de analyses, die worden nu door de NAM uitgevoerd. Maar de NAM vind ik één partij. En ik zou daarnaast onafhankelijke partijen willen die dezelfde data krijgen, dus over dezelfde data gaan beschikken, om daar ook hun onderzoeken mee te doen. De totale kosten van het Groninger meetnetwerk bedragen ruim 100 miljoen euro voor een periode van 3 jaar. Opnieuw protesten in de Verenigde Staten naar aanleiding van de dood van Eric Garner in New York. De zwarte man die na een wurggreep van een agent om het leven kwam. De demonstranten vinden dat de Amerikaanse politie te veel geweld gebruikt tegen zwarte Amerikanen. Correspondent Arjen van der Horst ging terug naar de plek waar het gebeurde en sprak met de stiefvader van het slachtoffer. He was a very gentle person, a lovely person, you know. Never had a problem with nobody. He always got along with everybody. That's why everybody loved him. I can't breathe. Het is middernacht in New York, koud en regenachtig. Maar nog altijd keert Benjamin Carr terug naar de plek waar zijn stiefzoon om het leven kwam, gedreven door woede en verdriet. I was very hurt, my wife was very hurt, and everybody knew him was very hurt. Because there was no reason for them not to indict them when this when they had this on tape. And the officer talking and they watched them choke him to death. In New York en andere steden in de Verenigde Staten gingen opnieuw mensen de straat op. De vraag die nu rijst, gaan deze protesten zich samenballen tot een politieke beweging? Een beweging die tot hervormingen zal leiden. Have you ever seen a protest like this? No. And it's just not one night also. Bob Gagné voert al jaren campagne voor hervormingen bij de politie. Virtually everybody is singing the same song. So you have people on the left, you have people who would be considered centrist, and even a fair number of people on the right saying that this was wrong, that there's a problem with policing, there's a problem with holding police accountable, there's a problem with the grand jury process, and we need change. It's about justice. And as I tell everybody, no violence. And we haven't seen no violence in Staten Island. The march has been peaceful. It's not going to be another Ferguson. Bij een mislukte bevrijdingsactie in Jemen zijn 2 gijzelaars gedood. Het gaat om een Zuid-Afrikaan en een Amerikaanse fotograaf, Luke Sommers. 2 dagen geleden publiceerde Al-Qaeda nog een video waarin Sommers zei dat hij in levensgevaar verkeerde. De bevrijdingsactie zou gisteravond zijn uitgevoerd door Amerikaanse commando's. Sommers werd vorig jaar september ontvoerd. Een Nederlands koopvaardijschip heeft gisteravond 320 bootvluchtelingen gered uit zee tussen Griekenland en Italië. De vluchtelingen dobberden al zeker 2 dagen op zee nadat de motoren van het schip waren uitgevallen. De bemanning was vertrokken in een reddingsboot en had de vluchtelingen hulpeloos achtergelaten. Ze zijn inmiddels op Sicilië aan land gebracht. De baby die in een park in Alkmaar werd gevonden was een meisje. En ze was al enige tijd niet meer in leven. Dat blijkt uit een eerste sectie op het lichaampje. De dode baby werd woensdagavond gevonden. Sindsdien werkt de politie met 20 rechercheurs aan de zaak. Een nabestaande van de ramp met vlucht MH17 mogen aanwezig zijn bij de aankomst van de wrakstukken in ons land. 4 vrachtwagens met de wrakstukken van de MH17 zijn nu in Polen op weg naar vliegbasis Gilserijen. De vrachtwagens worden in de loop van volgende week in Nederland verwacht. Ja, hij is al 34 jaar aan de macht in Zimbabwe, president Robert Mugabe. En dat wil hij nog wel even blijven ook. Op een partijcongres in Harare werd de 90-jarige Mugabe vandaag opnieuw kandidaat gesteld voor de verkiezingen van 2018. Hij is dan dus 94. Intussen zit de economie van Zimbabwe volledig in het slop. Want er wordt al jaren niks meer geïnvesteerd in het land. Duizenden bedrijven sluiten hun deuren. En de bevolking moet alles op alles zetten om te overleven.
Op de zwarte markt van Zimbabwe is dit de nieuwste trend. Illegale taxis die met open achterklep passagiers proberen op te pikken om wat geld bij te verdienen. I didn't get the permit for me to be a illegal taxi driver. I've done a level, I've done what. But you know, there's nowhere to work. There's nowhere. The industries are closed and what. So I decided to do this because I'm trying to make a living, you know. Het industrieterrein van de hoofdstad is een museum geworden. In de afgelopen 3 jaar sloten meer dan 5000 bedrijven in Zimbabwe hun deuren. 15 jaar politieke crisis heeft het land tot stilstand gebracht. Harare heeft geen hijskranen aan de horizon. Buitenlandse investeerders schuwen Zimbabwe. 80% van de bevolking overleeft nu op de zwarte markt, waar de politie jaagt op die massa's belastingontduikers. Yeah, so it's more like a war. Because, you know, they don't want these illegal shuttles in town. Whenever they see us, they chase us, you know. They are after us. In deze taxi zie je precies het probleem met de Zimbabweanse economie. Voor de jeugd is er geen werk meer in de officiële economie. Dus gaan ze hun geld verdienen op de zwarte markt. Maar wat ook betekent dat er dus geen belasting wordt afgedragen. En dus de crisis van de Zimbabweanse staat alleen maar groter en dieper wordt. Wegen worden niet meer onderhouden. Bijna al het geld dat binnenkomt geeft de regering nu uit aan ambtenaren salarissen. So I can say they are not helping anything because things are going they are worse now nowadays. Considering the life that we are living, life is too expensive nowadays, you know. Terwijl de politici zich om de macht bekommeren, worstelen Zimbabwanen nog even door. Een woning huren in Amsterdam, het was nog nooit zo duur als nu. Waar de prijzen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht ongeveer gelijk blijven, is de gemiddelde prijs in Amsterdam al bijna €20 per vierkante meter. Veel geld voor weinig ruimte. Nauwe straatjes, smalle huizen. Binnen is het ook niet ruim bemeten. Ik gok er 1,60. Ja. Is in de richting breed? Dat is een bed. Ja. Voor een prijs die er niet om ligt. Want het is 1300. €1,300. Ja. Dat valt nog mee. Je zoekt nu voor 2 personen. En dan zit je toch wel rond de €1,400-1,500 per maand, exclusief. Dus dat is wel, ja, nou ja, per persoon rond de €800-900 kom je dan buiten. En dat is, ja, voor een beginnende werker best veel geld. Wie wil toeslaan, moet snel beslissen. De volgende belangstellende staat al op de stoep. Welkom, kom binnen. Het aanbod van dit soort woningen op de huurmarkt wordt kleiner. Want voor de eigenaren is het nu met de stijgende prijzen vaak lucratiever om hun woning te verkopen. Dus daalt het aanbod huurwoningen, waardoor de prijzen omhoog gaan, vooral bij de wat grotere woningen. Voorheen werd een woning wel voor 4000 in de markt gezet, maar uiteindelijk maar voor €2500 verhuurd. En we zien nu dat die prijzen wel weer te realiseren zijn en dat de woningen wel voor dicht bij de €4000 weer weggaan. Daar komt bij dat het voor starters moeilijker wordt om een eerste koopwoning te financieren en huren dus vaker een alternatief is. En de economie trekt flink aan in de hoofdstad. En dat trekt mensen. Een expat, stelletjes, startende werkers die net afgestudeerd zijn. Voor deze woning worden zeer waarschijnlijk maandag alweer de nieuwe contracten getekend. 1 januari is gevonden, ook prima. Oh, dat prima. Dus we hebben geen haast, maar we kunnen per direct. Ja, we gaan naar Marco Verhoef. Het was een mooie dag vandaag. Wordt het morgen weer zo mooi? Helaas, het gaat morgen regenen. Dat heeft het vandaag op sommige plaatsen ook gedaan, maar zo minimaal dat het alleen maar dit soort prachtige foto's van regenbogen opleverde. We zien de regenboog wel, dan weten we dat het moet regenen. Maar we zien eromheen heel veel blauw, de zon van voren. Ja, prachtige, prachtige plaatjes vandaag in grote delen van ons land. Alleen in het zuidoosten en uiterste oosten is het nog wat langer bewolkt gebleven. Nou, dat kunnen we ook zien als we naar de satellietfoto's van vandaag gaan kijken. Dan zien we, als we goed kijken, nog een klein beetje bewolking over het zuidoosten. Dan een gebied met brede opklaringen. Maar we zien ook tegelijkertijd dat deze bewolking er al aan het komen is. En die bewolking gaat ons in de loop van de nacht bereiken en zorgt morgen overdag voor een periode lang met wat regen. In de loop van de dag dus regen vanuit het noordwesten. In de loop van de avond wordt het dan weer droog en dan begint het alweer op te klaren. Het is dus niet zo dat het de hele dag doorregent, maar ja, wel vaak op het moment dat we de daglichtperiode hebben. We hebben ook buien in Italië, we hebben rustige weer in Oost-Europa en ook in Spanje en Portugal. Dat is eigenlijk het meest stabiele weer.
Dat met temperaturen die niet zo heel hoog uitpakken. Want in Faro wordt het nog wel 15 graden. En de rest van de regio daar is het iets minder zacht. In Midden-Europa hebben we temperaturen tussen de 1 en 6 graden. In het hoge noorden vriest het. En in het zuidoosten, bij Athene, nog de hoogste waarde. Daar kan het zo'n 17 graden worden. Nou, bij ons vriest het op dit moment al op sommige plaatsen. En daar zal niet zo heel veel verandering meer in komen. Ik denk dat we in de loop van de nacht dit soort temperaturen hebben. Zo'n 0 tot min 1 in het binnenland, in het westen van het land plus 2. Misschien dat er her en der een mistbankje ontstaat. Het is droog. En dan in de loop van de nacht neemt van het noordwesten uit de bewolking toe. En morgenochtend gaat het van het noordwesten uit dan regenen. Misschien nog een klein beetje zon in het zuidoosten. Daarna wordt het ook daar bewolkt en nat. Temperaturen lopen op naar 4 graden bij Enschede tot een graad of 9 in de kop van Noord-Holland. De wind trekt stevig aan. Uit het zuidwesten waait hij in eerste instantie. Later op de dag draaiend naar west tot noordwest. En dan kan die in het noordwestelijk kustgebied even hard zijn, windkracht 7. Nou, dan de dagen die volgen. Ze zijn wat wisselvallig. In eerste instantie maandag een enkele bui. Dinsdag overwegend droog weer. Daarna neemt de kans op neerslag weer toe. En we doen het steeds met temperaturen van een graad of 6. Dit was het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Een ebola-patiënt uit Liberia is aangekomen in Nederland om hier te worden behandeld. Meer achtergronden over die patiënt en een gesprek met het RIVM over ebola om 10 uur in Nieuwsuur op Nederland 2. Nee, NPO 2 moet ik zeggen. Ik wens je nog een heel mooie avond.